Heel knap van je, Edo. Jij hebt Mike? Wat is het dan? Had het wanden leeg geschoten. Ja, oké. Okay. Leuk bruggetje. Pep is aan het praten, maar ik versta dat het kut. Oh, dat is een goede aanschaf dit spel, toch? Dat het een goede aanschaf was, dat spel. Dit? Ja. Ah. Ik zou daar geen 60 euro voor uitgeven, maar... 30 euro vind ik hem wel waard. It's okay. En Edo, echt, ze blijft gewoon rijden met de lekke band. Best knap van hem. Maar daarom zeg ik ook, voor 30 euro vind ik het een leuk prijsje voor de game, toch? Of vind jij van die Pep? Aan de andere kant had hij een leuke Collector's Edition van Ghost Recon. Maar die was iets van 200-300 euro. Zo. Ze hadden meerdere soorten. Netjes gedaan, Edo. Hij doet het ook gewoon, hè. Blijf gewoon doorrijden, Mike. Met zijn lekke band. Ja, maar de Collector's Edition boeit me nooit zo voor shooters of wat dan ook. Tenminste voor spellen of echt voor series waar ik echt wat film geef, weet je. Ja, nog echt zo'n iconisch karakter hebben bij hebben, weet je wel. Zo'n figuurtje van hebben, dat vind ik wel leuk. Er zat leuke dingen bij. Maar Ghost Recon, ja, wat zat er bij? Een soort van headset of zo. Pulletjes. Ik vond niet echt wauw zo. Jij Edo? Belletjes? Dat zegt me pijn. Spulletjes. Spulletjes zegt hij. Ja, spulletjes, allebei. Nou, dat is weer belletjes. Heb je een nieuw busje? Nee. Deze is mooi, deze is verwacht. Dat we dit ding gaan rijden, dus dan rijden we door tot het dier kapot is. Nou, zo te zien is dat best wel snel. Choppie! Nee, doorrijden. Gaat om principe. Mikey, chopper. Chopper. Hey. Mijn character die stapte gewoon uit alsof die auto niet aan het rijden was. Dat er rustig uit. Echt heel, echt fucking dood. Huh? What the fuck? Wat? Mijn poppetje die flikt. Kom, ik zal niet dood gewoon. Kijk maar weg met die helikopter, Mike, voordat hij kapot is. Waarom verschoot hij al? Failed. Maar soms, ik heb echt soms het gevoel dat die gasten gewoon ergens vandaan schieten, echt wat je gewoon niet kan zien, weet je. Als een heel klein kutkiertje of zo, of ergens doorheen of zo, weet je. Nou, die computer die houdt zich eigenlijk niet heel erg zich bezig met de omgeving, weet je. Die heeft gewoon schijt. Zolang ze er doorheen kunnen schieten, weet je wel, zien ze daar doorheen. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Ze halen wel rekening met muren, huizen, bijvoorbeeld een plantje of iets waar je doorheen kan. Weet je, dan, ja, dan schieten ze gewoon doorheen. Ze zien alles. Dus als er iets is wat jij niet kan zien en hun wel, ja, dan zie je ze gewoon niet. Dan word je gewoon kapot geschoten. Ah, ik vond het gek. Ik wou over dat hek klimmen, maar hij deed het niet.
Ja, daar valt de AI een beetje, vind ik, weet je. Met een beetje realisme weg. Net als in de bosjes, weet je. Zij zien je helemaal. Ik zie met night vision alles, maar zij hebben geen night vision, helemaal niks. Maar ze zien wel precies waar ik ben. Flikker op. It's honestly more modern than I was expecting. The locals can thank Santa Blanca for that. They actually ought to thank them for that, right? The cartel built the mine and everything. Rondjes rennen, dat is ook leuk. Hier ligt, staat een auto, Mike. Ja, als jullie waren blijven zitten, waren jullie niet kapot geweest. Het is allemaal achteraf. Achteraf is makkelijk praten, zeg ik altijd. Ja, is het ook. Maar toch doen we het, of niet? Precies. Wat een manier om stil te komen, staan, of niet, Pep? Yep. Gaan we eens kijken wat die gek aan het doen is. 3 kilometer verder. Het strijdje betegen Hero, wie het is bij die punt is. Maar is hij er al? Onderweg. Met dat punt en zijn afstand is hetzelfde. Oh ja, nu moet ik voor een kogel weer stand voltrappen. Dat was. Jij bent al bij de punt, of niet? Bijna. Ja, zie. Ja, maar wij ook. Wil je trouwens wel een beetje crappy hier, hè? Zou kunnen, ik heb ben een beetje mijn stem kwijt. Ah, nu is iets beter. Toch zijn we eerder dan Edo, hè, Mike? Wel, en de beestje, ja. Voor eventjes. Jezus. Ha! That tango's done. Santa Blanca commendation. Those Sicarios will be missing this. We'll leave a marker so the rebels can pick up the supplies later. Second target, right there. Oh, the homeboys coming around. Okay. Moet hier ergens nog iets liggen qua resources? Bullseye. Zo, moeten zijn dat als. Gevonden. Oh, kijk. Wat ik alleen een beetje mis in deze game is van een beetje een verhaallijn, weet je? Is er. Het verhaallijn is, je moet alle slechterikken killen om bij de hoofdbaas te komen, want die moet je ook weer doden. Ben je nou serieus of? Dat is de missie. Of het verhaal. No shit. Nou, als dat het verhaal is, dan neem ik het terug wat ik over zei over Skyrim, Edo. Skyrim heeft wel een verhaal.
Nee, maar ik bedoel, van, er zit niet echt een verhaal in van dat je het echt intrekt, weet je? Of echt vette levels dat je ergens iets moet infiltreren of zo, weet je? Of het zijn allemaal. De hoofdmissies voelen een beetje aan als de side missions, weet je? Collect dit. Kill dat. Escort die. Weet je wel, altijd dat soort simpele dingen. Oh, wacht. Maar niet van infiltreren een hele vette basis of zo. Of gaan. Of een boot. Of. Weet ik veel. Een dikke achtervolging, weet je. Schakel een heel leger uit, weet ik veel. Dat soort shit. Ik kan. Snap je? Ah, fuck it, waarom niet? Vind je ook niet eerder, of wat ik net zei? Niet echt opgelet. Maar waar ben jij dan? Ik zit naar de kaart te kijken waar we een missie kunnen doen. Ik ga hier niet landen, weet je, dus wie is dat, Pep? Huh? Of is dat Hiddo aan de linkerkant? Dat ben ik. Iets verder naar voren. Wat gaan jullie doen dan? Ja, zo hoef ik niet te landen. Pep kan gewoon uitstappen. Ik kan die shit doen. Kan je iets zakken? Want die propeller die knalt tegen de rots aan. Wat gaan jullie doen dan? Je kan gewoon bij mij vast treffen. Ik deed even een side mission. Waar zit er dan? In welke map? Helemaal links onderaan. Oh, je zit er zo ver weg. Ja. Maar er zit een helikopter in de buurt, dus geen zorg. Links onderaan? Oh, ja. Safe travel, Pep. Want volgens mij gaat het job down. En bedankt voor even te wachten, Mike. Graag gedaan. Ik zeg toch, dat je volgens mij gaat het job down. Dat ik ga fast travelen. Ja, ik was bijna klaar met fast travelen. Oh. Eén ding scheelt, Pep. Weet je wat dat is? Mijn keer is er al, jij niet. Bijna. Ik wou zeggen, ik zit er niet mee. Maar ja, komt er wel op hetzelfde neer. Zit er gewoon in die job daar. Rustig te wachten. Druk. Ja, daar ben je alweer. Zie je niks aan de hand. Fok nog even die rebels op, of wat je ook deed. Volgens mij moet het wel mogelijk zijn. Net. Ja, zie je? Netjes geparkeerd. Voor mij. Er zit hier een objective, maar ik kan er niks mee doen. Shit, I'm hit. Papa moet eerst even alles uitmoorden. Ja, hoe kan je nou alles uitmoorden als je er down ligt, Pep? Ja, jullie helpen ook niet, hè? Nope. Liet hij jou het alles doen? Dat is goed niet. Goedere markeren. Als je loopt voorbij. Ja, ik zie het. Paashaas. Immobiel. Thanks, man. Oh, graag gedaan. Graag gedaan, deed geen fuck. Zeggen dat ik ze droog uit ze van nu is hij. Oh, daar binnen! Ik kan niet wezen, zoek echt dat geweertje door de raam en zo. En waarom doe je dat dan, Pep? Omdat het kan.
Nou, het beste aan het spel is gewoon puur de gameplay, weet je. En de graphics zien er ook wel lekker uit. Maar de missies... Dat is een helikopter. De missies wel minst sterk. What the fuck, heb je de... Nah. Lief, hè? Ja, dat is niet cool. Hij vindt het niet leuk als wij hem dood laten gaan. Waarom niet? Ja, lachen. Stap in, Edo. Gaat hij precies in de andere auto stappen. Which means the mine will be closed for another 2 or 3 months. Only that investigators are gonna beat the shit out of a few miners. Okay. Die kan. Niemand die in de turret gaat. Lekker fout. All your miners are busy because they got tortured and beat up by investigators. And then your little miners unit will be bankrupt because they had to pay for everybody's healthcare costs. So, to whoever. Vond wel leuk eigenlijk. Ik ga eens rot plegen met mijn sniper. Jammer hè, Mike? Dat is best wel jammer. Nee, ik wil hem in de auto. Fuck. Wat nou als ik dit doe? Ah, dat werkt aardig. Zie je? Ik heb het gered. Gedaan. Waarom karretje rijden als je kan lopen? Daarom. Ja toch. In die papa's daar. Ah, hij gaat even stoppetje spelen. We zullen zien, ramp pijn die kop, chopper over die kop. Oh, what the fuck? En als update om mij los te rollen. Wat dat is. Wat staat hier dan? Kistje. Kistje is niks. Is het een truck of zo? Hier ligt een paardrijding. Ik heb de helikopter weer kapot gemaakt. Hey, we got locals tweeting about some crashed smuggling planes. They're tagged the location. That cargo might be intact. Then we need to destroy those shipments before the cartel recovers them. Ja, Jaap, je gaat er vandoor. Hij komt naar me toe rennen. Dat was maar. Kom, ja, kom Jaapie. Hey, Jaapie, waar ga je heen? Nee, Jaapie stapt uit. Nee, ik heb mijn lolletje met je helikopter ook gehad. Maar waarom ze geen kapot maken dan? Dus nu laat ik de helikopter met rust. You got no idea what I'm capable of. I'll tell you what I know, just don't hurt me. Guess who has the details on a supply helicopter just aching to be stolen?
no parece arreglarse. No puedo creerlo, vos. No puedo. Ese momento llegó. Esto es. Parece un. Ah, es esta muc. En mi view, but during the labor cuts, individuals con caleras are not benefiting. As the sole buyers in the market. No. As a black has an incredibly strong negotiating position. They are benefiting from this in the short term. But without an increased benefit to labor. Gewoon een medal boven. Wee! Maar waarom zitten we eigenlijk in dit gebied, Edo? Blijkbaar is het daar. Er staat Inca bij. Dat kan het niet. Ling! Assist. Oh, kijk, een informant gastje. Hiddo. Golferi, follow me. No idea what I'm capable of. I'll tell you what I know, just don't hurt me. What the fuck? Maar rebels, joh. Moeten we daar wezen voor een missie? Edo. Volgens mij is dit een DLC missie, hè? Nee. Kan niet. Ik heb hier namelijk geen missies in deze map, Edo. Ik wel. Nee, ik ja, niet. Dus dan is het DLC. Jij, Mike? Nee. Alleen maar assist. Ik heb er niks van. Ah, dan gaan we hem alsnog doen. Oké, dan. Ja, jullie krijgen toch ook XP voor? Denk het niet, alleen jij. Nee, als je assist doet ook. Maar bij kom. Toch lachen. Maar is dit die pre-order DLC? Dat is één missie of zo. Is dat wel naar mijn game? Ik denk dat wij het gewoon verder kunnen met die. We hebben een hardpack. Yup. Het is altijd wel één van jullie die hapert. Ja. Wat dat betreft. Helemaal naar boven ook. Got two birds coming in. Guess Santa Blanca spotted the crash too. Oh, got an enemy chopper. Looks like that Incan roadway Bowman was talking about. That's interesting. Kijk eens, enemy chop. Schiet hem maar kapot. Hij gaat ook stijgen, zie je? Wij stijgen. Het is meer naar links. Als je eruit kan, ik met mijn light machine gun opknallen. Ik schiet er al op met mijn sniper. Dat we max hoogte hebben bereikt, dan komen we 1460, want dat is max, dus dat gaat snel gebeuren.
We zitten al langs zelfs. Oh. Kijk, die chopper flippen dan. Hé, hey, die chopper speelt vals. Die gaat hoger dan je mag. Of niet? Oh, ze hebben ook snipers in een plane zitten. Ik dacht. Grappig. Die Pep schiet die ook neer. Andere kant, Pep. Ah ja, schiet ook. We hebben een heavy turret, niet zo goed. Hier door de sniper zit helemaal te flippen. Maar is hij nog niet stuk ook? Sorry. Doei! Nee, ik ga naar beneden, maar het duurt eventjes. Of je gaat jumpen, dat mag ook. Oh, ze komen nog een chopper aan. Nou, Pep, mag je ook niet schieten. Hij is best wel ver weg, maar hij schiet. Van welke kant? Als het goed is, zou je hem zo moeten zien. Zie je hem? Nee. Kijk op de map. De radar, zie je? Wordt heel hard op wat geschoten. Rek hem. Goed zo. Graaf bij hem. Maar er zitten daar ook aardige poppetjes. Maar daar is objective, maar hier zit wel een faal, weet je. That's one tango down. Nou, onze chopper geen bells, die dingetjes. Er zit dan wel een grote chop. Wil je een grote chop? Oh, daar gaat de chop. Nou, dan gaat hij weer naar beneden. Is daar nog iets voor jullie zijn of mineralen en kogels. Okay. Kamp is alweer zwart gekleerd. Even duren zo. Ik heb een pistooltje. Ja. Destroy. Nou, schiet die shit kapot. Is alleen maar neer te schieten. Kan hem niet raken.
geen granaten? Kijk, dat lijkt er meer op. Boom. Ja, werkt wel, zie je. Daar een granaatje op. Hoppakee. Het ziet er zo droog uit, jullie nou met z'n tweeën zien zo op je. En daar nog een. Dat zou te zijn. Oh, nog eentje. Die kan ik niet zien door je dan. Ja, dat heb jij pech. Moet je oogjes op. Ik krijg explosief. Cocaine shipment destroyed. El Sueño's giving an expensive sports car as a signing bonus to one of the Peruvian drug lords. If El Sueño loses that car before it's delivered, he's gonna look like a punk. Let's make it happen. Weer zo'n grijze missie, zo'n beetje. Dat is toch leuk, kunnen jullie ook deels zien als ze spelen. Hoi. Dat gratis. Ja joh. Ik ben down. Goed voor jou. Dat is niet goed voor mij. Zielig voor mij. Gezellig, ja, ik was die gast ondervraag. Nee, je vond het gewoon gezellig om wij lekker te liggen. Alleen, ja, ook dat. Een beetje ver, man. Waar is die gast überhaupt nu? Scorpits. Oh. Took you so long. Heel boek heel even, Pep. I got another tango. Tango number 3. Zo, dan komen allemaal gasten naar Pep toe. Eyes on a small group of tangos. Komt één naar boven, Pep. Er zou toch nog één komen? That's one down. Ja. Heads up, we got a turret. Die heb ik neergeschoten voor je. Ik zag ze allemaal een trappetje oplopen bij je. I got another tango. Ik heb ze allemaal kapot gesnaakt. Aardig van mij, hè? Pep is ook blij met mij. Oh, een nieuwe job. Come on.
agentes. Cantidad de atacantes desconocida. A todas las unidades, vuelvan a atacar. Frag out. Frag out. Frag out. Hoe erg is het daar, Mike? Niet zo heel erg. Door welke kant ben je gekild? Ja, in cover. Toen ik uit cover kwam. Ah, fucking hell! On the car. En Mike rijdt weg. Ik rijd op naar de gun piece. Toevallig was de gun object, of de auto de objective. Case over here. I've been wanting one of these. Hier binnen moet nog een wapenmod zijn. Mike, hier is een helikopter met pew-pew. Hier ook. Oh, daar ook? Oké, okay, dan. Deze auto moet afgeleverd worden. Wie gaat er met me mee en wie neemt de job? Wapen! Wie neemt de job? Ik wil best wel vliegen. Daar zit een wapenmod, hè? Nee, gewoon een wapen zelf. Heb je hem al? Pak eens een wapen. Ah, ik heb hem al. Je hebt hem al? Ja. Dan loop ik door naar boven, hè. Ga je met dit om mij of ga je met mij mee? Wat is het meest veilige? Geen van beide. Niet als Hiddo besluit uit te stappen, nee. Ga wel met Mikey mee. Wat veiliger en nou. Hiddo is al weg. Habit of modern living. But la verdadera vida trembles with the force of the greatest thunderstorm, with the violence of the oceans. This is the experience that Santa Muerte embodies. Come to us and learn more about her. Come venerate her, adorar la llamada. She will help you become the greatest person you could possibly be. Accept your life as it is. Become a man.
geen enkel probleem. Toch denk ik dat ik even een lange route neem, omdat het een mission car is. Tak, 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 tak. Hierdoor uit de lucht geschoten. Vliegt hij boven ons? Weet je ons sneaky aan het volgen? Ja, dat kan zo uit de lucht vallen, hè? What the fuck? Rocket? Nee, dat. Heeft hij rockets of zo'n plane? Hebben we hier? Jammer, poppas is niet geweest. Hebben we de shit al? Om assist. Nee, ik drukte wat verkeerd, sorry. Oh, moeten we hem opnieuw accepteren? Lekker hoor. Het is op zich wel fijn deze boot. Saai. Ah, oké, misschien toch wel, want het is nog wel erg lang anders. Oh, de rails, die is ook wel leuk. Laten we de rails volgen. Zo net zien, dan komt er een treintje van achteren. Bam! Oh, vannacht is niet erg. Als het maar niet vervoer is. Je hebt wat van gemist, kut. Ik heb helemaal niks gemist. Kijk, perfect. Helemaal netjes afgeleverd. Oh, je zit hier buiten. Daar rijden we dus naartoe, hè? Wat was nou die volgende missie? Die heb ik nu geactiveerd. Maar die moet je even opnieuw doen, dan, want ik kom niet op tijd pakken. Die heb ik. Valnus, schiet het! Maar het is toch grappig, nu kunnen jullie gewoon DLC-missies doen die je normaal niet kan doen. Ja, grappig. Zo! Destroy, oké. Ik kan niet raken.
Nou, ga ik wel lekker rustig op de achterbank zitten. Ik ben uitgestapt. Oh, Halo heeft ook rockets natuurlijk. Wow. Giro supporten. Jullie supporten. He's gone. That batch of Polvo Blanco is destroyed. Ja, Pep is ook uitgestapt. Ammo doos hier? Oké. Okay. Waar zijn de kant? Deze taal begrijp jij wel. Ik was even mijn wapen omwisselen. Jesus. Die is dood. Ik loop echt tegen die propeller aan. Geen probleem. Ik denk dat ik eigenlijk effectiever ben als passengers wat. Nou, ik kan ook schieten vanuit passengers. Ik denk dat ik zelf sterker ben zo. Ik zet hem gewoon een grenade launcher en meer effect dan die gekke machine gun. Is die ook gaan daar gaan zitten? Dat deed ik net ook al de hele tijd. Pep, doe je peuk uit. Ik kijk wat daar rook in de job. Laat me lekker. Ja, er kwam een bericht binnen. Wilt u plaktoetje activeren? Oké. Chop chop, Pino. Chop chop. Chop chop. Oh, het is weer destroy. Oh, grappig. Als het goed is, kan ik een granaat in de helikopter gooien. Nou, doe maar niet. Ik kan al niks raken. Moest je nou weer uitstappen? Dus je zorgt dat ik die cocaine shit in zicht heb. Kijk. Even stil hangen, nee. En... links. Oh, je gaat hem zelf destroyen. Cargo destroyed. Jezus, wat een landing hier. Wat is dat nou? Bekeken. What the fuck? Oh, lekker. What the fuck doe je met de chop? Doet die choppen met ons? Frag out, see you in hell. Ik ben lekker aan het knuffelen met de chop. Waarom heb je die chop gesloten? Hij viel af.
Die zou ik hem nog meenemen naar die volgende basis, maar begon te roken, joh. Ja, als je hem in sneeuw dumpt met de propellers, dan gaat hij meestal wel roken, ja. Gelukkig, er is hier nog een helikopter. Oh. En dat wist hij dan. I'm taking the bike. Don't sweat it, guys. My cousin's a night stalker. Oh, dat stinkt je zeg. Wat? Ik ging uit de helikopter, Hiddo ging zakken, dus ik sprong omhoog en stoot het mijn kop op de propeller. Lopen. There's the Peruvian negotiator. We got eyes on La Cabra. Stealth mass. Zo, hoef ik minder te lopen. Die papa zie je. Thank you. Shotgun damper. Te kijken, hey, dat is mijn flikkie. Dan maar vliegen heeft hier als zoiets ook prima. Even op de map kijken. Meedoen! Ja, dat is wel weer een gele quest. Ik had even het idee dat ik nog ging teleporteren. Gaat hij alsnog teleporteren zeker? Nee, eens kijken. We kunnen in Pucaro doorgaan met het verhaallijn. Pucaro. Zijn we dichtbij? Of we gaan verder in Montioc, want daar hebben we al 2 missies gedaan. Hoeven nog maar 3 en dan hebben we dat gebied ook weer gehad. We gaan naar diegene van de 9 kilometer voor zee.
Ja, dat vind ik goede logica. En dat is? Nou, ik zal het wel zien. Die missie die we nu doen. Precies. Dag Mikey. Hoi hoi. Hoi hoi. Kijken of ik een autootje kan raken. Ik zeg geen boel. Weet je wat ze trouwens in die remake van Final Fantasy 12 of remake, HD remaster hebben gestopt voor Final Fantasy 12 in hem. Nou. Je kan nu door, je kan nu een soort van speed kan je instellen. Dus keer 2 en maximaal keer 4. Wel handig als je bijvoorbeeld te laag level bent in die oude RPG's, weet je wel. Je moet grinden en shit. Nou, speed up. Alles super snel. Dat is wel handig. Nou, dat vind ik wel grappig. Dat had ik niet verwacht, weet je. Dat ze echt zoiets erin hadden gestaan. Volgende keer even cheatsen bij en het is helemaal geweldig, toch? En Mikey, heb je al het nieuwe Fire Emblem? Nee, beetje klaar met Fire Emblem voorlopig. Wel leuk, maar ik heb die andere zoveel gespeeld. Dat ik echt een beetje zat ben, een beetje klaar met de serie voorlopig. Ja, maar er is zo'n nieuwe uit. Ja, dat deed me niet zoveel. Het is wel leuk, maar... Ik had wel echt na die laatste Fire Emblem zoiets van wow, nou, voorlopig wil ik geen Fire Emblem meer spelen. Maar die is alleen maar voor de 3DS. Weet ik. Ik sta trouwens al op het dak, hè. Oh, Pep, ook op het dak. Kom op, laat je skills zien. Kom op het dak, hier gezellig bij mij. Dan wordt weer iemand uit de grond, uit de lucht geknald. Oké, op het dakkie. What the fuck? Oh, dus het lijkt net of in de lucht stond. Maar was niet dit dak, Pep, slecht hoor. Hoe is dat dan? Ja, dat moest. The power's down. Ik naar beneden, er staat gelijk een gastje voor. Typisch. Skill points hier. Daarom land ik ook op dit gebouw. Ja, maar ik denk ik ga even andere kant van jou staan. Nee, ik denk toch meer.
was leuker. Is van loopout. Sure. Nou, want hier zitten ook allemaal dingen, hè? Zie je? Nou, die zitten hier ook. Hier zouden er drie moeten staan, maar waar? Al binnen. Got a laptop here. Looks like it's connected to the network. Let's see what we can get out of it. Downloading now. I'm pushing the take direct to Bowman. Stand by. Bowman, this is Nomad. I'm sending you message logs from a cartel comm center here in Montauk. If we're lucky, the name of the cartel's senior instructor is in there. I'm getting it now. Wait one. No joy. There's nothing in here that points to their top guy. There is something interesting, though. Looks like they've got search parties out looking for a deserter. One of their new recruits ran off a few days back. They think he might still be in the area. How does that help us? If he was in the training program for any length of time, it's possible he came into contact with our guy. You think this deserves? Ik heb mijn auto gevonden. Only one way to find out. I'll drive. Okay. Achterin. Okay. Waar moet Wijn? Hier was ergens een legende. Kill another civilian and you will fill your mission. Wat een onzin. Wat? Als je naar A gaat, dan vind je een soort van leesmapje. We moeten nog eens zoveel in keer, dan krijg je een mission complete. Waar gaan we helemaal heen dan, joh? Heerlijk zeg, we moeten naar A. Lasers en zo'n vuil, die zit veel, veel meer naar zuiden. Er zit niks in aan. Niet dat ik zie althans. Nou, ik zie niks, Edo. Wie zit die vuil? Je moet hier in de buurt zijn, dat is een legende. Die liep ik net langs toen ik kapot ging. Ik zit op picture evidence. Die zit hier. Per se. Misschien bedoel je die dan net ook. Ja. Maar ik ga zo naar A rijden. Ik zit. Mikey, kom nou. Daar gaan we. Birdies! Thank you. Llamas! That's what I'm saying. Gotta die. Shoot it.
Yes. Chop chop. Nee, niet de chop chop te killen. Kill hem niet. Ik kon niet meer remmen. Ja. Maar er is hier ook een punt, hè? Dit is wel meer hier. Alsjeblieft. I'll pilot. Maar Mike gaat even die vliegtuig wegbrengen of zo? Ja, of zo. Hel ook mee. Dan ga ik ook mee als ze met z'n allen gaan. Met z'n allen. We kunnen ook wachten, we halen dat ding even op en we gaan dan dat vliegtuig wegbrengen. Nee. Vliegtuig. Hey. Er is een skill point hier ook. Zo, ik heb laatst de kans. Je teamgenoten kunnen vaker opgelapt voor sterft. Je wordt een beetje gerokkerd. Make it wanna die. Everybody is blaming or crediting, depending who you ask, is blaming this bombing on the Santa Blanca cartel. Bueno, no one within the cartel has claimed responsibility. And when you bomb somebody, you want people to know you did it, right? It's como, if you didn't kill a motherfucker, you at least want to scare a motherfucker. Now, in public, the cartel... Got eyes on a cartel search party. What's the plan, boss? Well, it's makkelijk ook, maar ze van rocket doods hier. Roger that. Hij mag niet ontsnappen, Pep. Like I said, there are more details coming to light, such as the death of Ricky and Cojonudo Sandoval. So close on the heels of this. And how come nobody died in the explosion? Huh? And why bomb an embassy in the first place? Why hasn't the government released any details of the investigation? Está cabrón. Is this another fucking government cover-up? Well, drop a line to DJ Perico if you know the truth behind this conspiracy. Buenos dias, hermanos. This is El Gallo. You've all known me for a long time. Many of you have stood beside me as I fought for the liberation, recognition of our sacred Coca Plant. Talk to me, Pinche Pendejo. Who's this deserter you're looking for? Snorblar down, I repeat, Snorblar down. Where's this little chicken shit now? Help! Where's this search party? Maybe I'll let you go. Looks like everything's in one piece. Let's go. Hey, sightering liar. Where to come get their new toy. We're closing in on the deserter. Let's sweep the area where he was spotted and see if we can find him. Hou vol! Helikopter! Helikopter! We hebben je hulp nodig! Oké. Sniper rifle. Paf, paf, paf. Mikey down. Nee. Twee keer lekker vliegen. Flamingo's. Hey, hey, doei! Oh, wil je ook mee? Sweet.
Heliflapper. Die objector staat er nog steeds van. Ah, wat irritant. Van wie is die? Van mij? We picked up chatter that the cartel's looking for a deserter up in the hills. Find this guy and bring him in. He could tell us a lot about the cartel's training program. Oh, wat een mooi plekje voor mij. Wat een mooi plekje. Speciaal, echt speciaal voor Job, ik zweer het je. Het is echt speciaal voor de Job. Pendejo, back the fuck off! You hear me? I'll kill you, I swear I will!